staan op de mooiste plek van Europa volgens mij, hè? Hartje Luxemburg. Het is prachtig weer en 150 klassieke auto's. Wat wil je nog meer? Hè? Nou ja, wij zijn natuurlijk ongelooflijk blij dat onder deze omstandigheden we het weer voor de 58ste keer kunnen doen. Er hangt hier altijd zo'n bijzondere sfeer. Ik verbaas me. Eigenlijk zou die sfeer altijd in het leven moeten zitten op deze manier. Ja, nou ja, er zit inderdaad een hele grote mate van kameraadschap, kan je zeggen, in. Het is bijna een vriendenclubje geworden. Het leuke is overigens dat het elk jaar natuurlijk wel weer vernieuwd. En ook die mensen voelen zich weer direct thuis. Het is geweldig leuk. Hangt dat ding diep door zijn veren, jongens. Eens even kijken. Aha. Aha. Wat is hier aan de hand? Nou, ik rij op Ecomax. Ja. Dat is nergens te koop, dus dat moet ik zelf meenemen. Want ik blijf erbij dat dit het product van de toekomst is. Althans, zoiets dergelijks. Dat is onze mascotte, hè? Ja. Tiffany. Ja. Ja, je hebt mooie auto's en je hebt mooie auto's. Nou, en als er 150 klassieke auto's zijn, dan zitten er altijd een paar pareltjes tussen. Deze is geweldig opgebouwd. Een tikkeltje curieus is de middenkant van het motordeksel. Opgebouwd uit carbon. Dat hadden ze volgens mij niet. Mooie rommel zeg hier. Ga je het nog opruimen? Nou, dat is toch niet nodig? Ziet er toch prachtig uit? Hoe gaat het bij jullie thuis ernaartoe? Nou, ongeveer zo. Dankjewel. Het zit hem in de kleine dingen, hè? Hey, en dat spul is top, of niet? Dat spul is top. Dat is altijd. Dat kun je overal voor gebruiken. Voor mensen die sleutelen aan auto's, die hebben dat meestal ook wel. Kan lekker schoonmaken, ook voor smeer. En ja. Staat ook op je nachtkastje? Nee, daar niet. Dat is bijna de enige plek waar die staat. Hey, succes! Wat een waanzinnige auto. Een Cadillac Convertible Series 6200. Daar zijn er volgens mij 1120 van gebouwd. Dit type had de allergrootste vleugel. Daarna werden ze kleiner en kleiner en kleiner. En het is niet zo'n hele makkelijke auto om te keren. En zie ik nou goed, hebben we toeschouwers? We hebben toeschouwers inderdaad, spontaan aangereden. Ja. Niet uit België, hè? Nederlanders. Nee. Zijn jullie de hele rally aan het volgen? Nee. We komen toevallig tegen. En wat dacht je? Ja, hartstikke leuk. Allemaal oud spul, leuk om naar te kijken. Ja, zeker, dat is altijd leuk. Daar kijken we in Nederland ook naar. Ja. Dus hier gaan we het ook even doen. Meer dan een jaar geleden liep het water hier over de kade, 7 meter hoger dan het nu staat, door de woningen. En inmiddels heeft het riviertje de Sauer zijn laagste punt in jaren bereikt. Het is ook nooit goed, zou je zeggen. Heel bijzonder dorpje langs de Oer waar we zijn. Dit is Duitsland. De Sauer vormt de grens met Luxemburg. Maar op niet meer dan 2 plekken in Europa hebben ze dezelfde constructie als hier in langs de Oer. Want de landerijen die je daar ziet, zijn Duits grondgebied, is in eigendom van een aantal Duitse boeren hier. Heel lang geleden hebben ze dat uitgewisseld, dus dat is Luxemburg, maar eigenlijk gelijktijdig ook weer een beetje Duitsland. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk is, hè? Zo'n SLS Classic.
Heel veel autocultuur natuurlijk in de SLS Classic. Maar hier achter me stond ooit een Romeins fort. En op de restanten daarvan is in de 11e eeuw, oftewel 1000 jaar geleden, gebouwd tot het graafschap Vianden ontstond. En dat graafschap had zoveel invloed, dat reikte helemaal tot in Duitsland, de Eifel, Luxemburg, de Ardennen in België. Totdat het huis Nassau de boel overnam. En dat huis Nassau, inderdaad, dat nam later ook het huis Oranje over. Oranje Nassau, precies. Heeft hier dus een deeltje van de oorsprong. Tot zover de weetjes. We gaan verder met de auto's. Mannen, jullie volgen de SLS Classic al jaren? Ja, wij volgen het eigenlijk al een aantal jaren. Oh yeah. Heel mooi om te zien eigenlijk. Zeker met dit weer. Het is een hele leuke bocht dit. Je kunt ze echt leuk zien aankomen. Het klassement in de SLS Classic wordt gemaakt op de regularities, kortom de regelmatigheidsetappes. Je begint op een bepaald moment en je eindigt op een bepaald moment en dan moet je een gemiddelde snelheid halen. Alleen, dit is niet het eind, dat denken de meesten wel, die staan daar in de rij, maar er komt een volgende regelmatigheid aan. En die tijd die ze stilstaan, die moeten ze dus inhalen. Dus ik zie hier een uitdaging voor een paar auto's. Maar het einde van dag 1, nou hoor ik mensen zeggen, als Bart heeft uitgezet, dan is het leuk, dat valt wel mee. Ik hoor toch een hoop geklaag dat het wel pittig was. Morgen zet Peter uit en die maakt het de mensen lastiger. Ja, morgen hoor je ook geklaagd, denk ik. Ja, Peters en dagen zijn wel heel technisch vaak. Heel veel uitdaging, de hele dag door. Ik wissel het af en toe af met wat leuke weggetjes. En dan vallen ze in slaap en dan maken ze bij mij makkelijke fouten. Dus, allebei kniepig. Dus ze vinden jou die sympathieke Belg en ze vinden beter die knorrige Nederlander? Ja, maar dat is grappig. Want dat is ook vaak ook andersom. Dus ook deelnemers het liever de dagen van Peter rijden als die van mij. Dus dat is een beetje om en om. Wie is de beter van jullie twee? Het boeit me helemaal niet wie dat is. Ik denk dat we in ons twee afwisselend, gewoon een heel afwisselend evenement uitzetten. Ik denk dat dat leuk is. Ja. Als duo zijn jullie de luizende pels van de rallyrijder. Ja, inderdaad.